Dag allemaal. Humo, story. De bedoeling van dit filmpje is wat reclame te maken van een opkomende cd, elektrische gitaar cd. Nu is het nog niet helemaal af, maar ik wil jullie toch eens triggeren waar ik mee bezig ben. Om dat te goed te doen, dacht ik, ik ga iemand meevragen mij te helpen. En dat is niet de eerste de beste, maar dat is Perdo, de wereldbekende rapper van Genk. Best zo. Waarom heb ik Perdo gevraagd? Omdat ik weet dat hij heel goed is in het omdraaien van mijn foto's. Die dienen om te illustreren welk nummer ik bezig ben. Zit je een Hollander? Wat praat je? Gewoon niet geen. Ik ben geen Hollander, hè? Toch nog niet, hè? Toch bedankt om me te willen helpen. Ja. Nu, ik ga je al met een cover laten zien. Mijn voorlopige cover waar ik mee bezig ben is zeker nog niet af. Perdo, laat het maar eens kijken. Ik heb een snulle kop. En die stroom die is niet echt. Dat kan niet eens dan. Nee, Perdo, inderdaad, dat is niet dat er echte bliksemen uitkomen. Het is een beetje illustratie. Op de achtergrond hoort je ondertussen al mijn eerste nummertje en dat heet Tweety. Kort fragmentje, dat is de bedoeling. Het volgende nummertje heet Funky G. G, van Egotripper. Maar dat is niet funky, is dat funky hier, die foto? Het volgende nummertje heet Aliens of Aliens, dus maar zoals je het hoort. Ik gewoon stekken. Stekkenbeentjes. Dankjewel, Perdo. Gaan wij naar Montmartre. Ik hou heel veel van Parijs en zeker van Montmartre, omdat die sfeer daar heel speciaal is, heel artistieke sfeer. Zeven niet zo. Oké, het is gezongen door Joyce van der Hooijdonk. Is dat die lekkere, die? Van waar kent jij die, Perdo? Van Facebook, Manouche gezien zo, weet je. We gaan verder met Sunburst. Wat is dat? Dat is toch geen echte zon? Nee, inderdaad, dat is geen echte zon. Dat is een schilderij van een goede vriend van mij, Peter Foesters. Het volgende fragmentje is ook een speciaal en dat heet A Real Story. Ik dacht bij mezelf, ik ga zo'n nummer maken om te illustreren hoe walvissen met elkaar praten. Communiceren. Dacht, gitaar is er eigenlijk wel een mooi instrument voor. Je bent een dikke fanta man, weet je dat? Dat Marco Paradiso, die heeft je dat idee gegeven voor titel, man. Ja, oké, Perdo, het is waar. Ik heb het idee van de titel een beetje gepikt. Maar het blijft gewoon een nummer, oké? Dan gaan we naar het volgende nummertje en dat heet The Morning. The Morning is te illustreren hoe het is om 's morgens wakker te worden en de natuur te voelen. Dus de avond is de avond. Ja.
We gaan naar de volgende toe en dat is El Aqua. Het nummertje heet Corona Story. We zijn aanbeland bij Run. Run wou ik eens een heel andere kant van de muziek aanvoelen. Luister maar naar dit volgende. Kijk, dat is een lekkere persoon. Lekker shake is dat, hè? Dat is mijn vriendin Nathalie. Geef me die stomme kop zo! We zijn aanbeland bij het laatste fragment en dat is misschien iets wat jullie al kennen. Genk, weet je? Spreek het goed uit, niet lekker zo net. Minka, Genk, weet je? Ja, je zit van gek als je weet wat ik zeg. Begrijp me niet, ik snoel de kebij. Duizend Turkes in die shopping, kloppen in die boxring. Die wijven kraken in die molle vijver, lekker binnenrijven die wijven. Zonder schrik door de klein Chicago, een mes in uw pens is alleen voor de lens.